De politie krijgt betere voorzieningen en er zal beter met ons gecommuniceerd worden door de autoriteiten. Dit zei Milando Atompay, secretaris van de Surinaamse Politiebond, gisteren op een persconferentie op de Politieacademie. Deze besluiten zijn voortgevloeid uit de onderhandelingen tussen de bond en een regeringsdelegatie. Het gaat erom dat de politie een aparte kaart gaat moeten krijgen. Dus u zult het herkennen van zo'n kaart is afkomstig van een politieman. En waarbij bepaalde zaken zoals bijbetalen of vooraf betalen en achteraf declareren zullen tot het verleden gaan behoren. Een ander heel belangrijk ding dat wij overeen zijn gekomen, althans waaraan de staat zich voortaan zal houden, is de klasseligging voor politieambtenaren. Vroeger was het zo dat slechts onderofficieren tweede klasse ligging kregen en officieren eerste klasse. Dan zal klasseligging voor de hele linie gelden. Dus al en al kunnen we zeggen dat de staat heeft erkend dat zij de overeenkomsten, dan wel hun verplichting naar de politieambtenaren toe, niet voldoende, dan wel niet heeft doorgecommuniceerd met SZF. Waardoor wij dan al die tijd een gewone basisbehandeling van SZF hebben gekregen. Atompay zegt dat president Santokki heeft erkend dat de communicatie met de politie beter moet. Het staatshoofd heeft beloofd dat dit voortaan ook het geval zal zijn. Penningmeester Sergio Gentel gaf aan dat de bond een model heeft gepresenteerd aan de regering met betrekking tot de lonen bij de politie. Dat het loon hebben wij als Surinaamse Politiebond een voorstel gedeponeerd bij de werkgever. De werkgever die heeft, denk ik, hetzelfde principe gehanteerd dat ze heeft gehanteerd bij de andere bonden. Maar wij hebben dus een voorstel gedaan. En dat voorstel is dat wij teruggaan, geleidelijk aan, teruggaan naar het niveau waarop wij destijds waren. Zij hebben dus dat gedeelte meegenomen ter bestudering. En zal daaruit een overeenkomst voortvloeien met een traject voor herstel. Sergio Gentel, penningmeester van de Surinaamse Politiebond. Woordvoerder Rivelino Eijk zegt dat er nog geen vaste afspraken zijn gemaakt met de regeringsdelegatie. Er moet nog veel besproken worden met de autoriteiten ten aanzien van de lonen.